Ik kom hier om de betoging, om de mensen die daar werken, te steunen. 3, 2, 1, ja! Momenteel als animator word ik meer ingeschakeld voor de zorg op te vangen, omdat er geen volk is. En ja, ik zou graag toch meer tijd met mijn bewoner bezig zijn dan dat ik nu andere taken moet opvangen, omdat er geen personeel is. We mogen in feite geen glaasje water niet meer aan onze bewoner geven, het plantje geen water niet meer geven. En ik zou toch terug een beetje meer aandacht willen en meer tijd in onze bewoner kunnen steken. Je kunt het niet meer vergelijken met vroeger. En de mensen zijn daar de dupe van, de bewoners. Zelf natuurlijk. Ja, voor ons ook niet leuk, hè. En wat hebben de bewoners nodig om beter verzorgd te worden? Meer aandacht, personeel. Meer personeel, want de mensen vragen aandacht. En dat kunnen wij niet geven. We doen ons best om de mensen zo goed mogelijk primaire zorg te bieden. Om die zorg die ze verdienen. Maar ze hebben ook nood aan emotionele en psychische zorg. En dat is heel belangrijk bij de ouderzorg. Dan komen we niet aan eenzaamheid en dan komen we niet aan al die medicatie tegen depressie enzovoort in de ouderzorg. Een keer sminken, met de mensen een wandeling maken, een keer met de mensen een babbel, een keer luisteren naar hun noden. Daar hebben wij momenteel allemaal geen tijd voor. De mensen verdienen veel beter. 'S morgens moeten we 20 mensen verzorgen. Dat is niet meer te doen. Dus wij willen een betere toekomst voor onze oudere mensen. Daarom staan wij hier. Daarom staan wij hier. Voilà. Meer personeel. Meer personeel. Er zou meer volk aan de bedden mogen. We kunnen alleen maar op het tempo van de bewoners gaan. Onze voeten gaan sneller, maar die van de bewoners niet. Dus dat we op een rustige manier de mensen kunnen benaderen en nog eens met hen bezig kunnen zijn, want dit wordt gemist. Ik vind dat er meer personeel moet komen. Zowel in de logistiek, zowel in de verzorging, in de verpleegkundigen. Want het is altijd maar druk, druk, druk. En als er mensen ziek zijn, ze worden niet vervangen. En dat kan niet meer zijn. Meer personeel! Nee! Meer personeel! Nee! Van deur!